Oh, kijk eens, welkom bij nieuwe Minecraft. Vandaag ben ik eventjes alleen, want we gaan wat bespreken over een nieuwe serie. Ja, ja. Vorig jaar hadden we 8 afleveringen The Roast of King Louis gemaakt. Ja, ja. Nu gaan we het volgende afspreken met jullie. Nu gaan we met 4 knuffels, moet dan worden geroost. 1 van die 4 moet dan iedere week worden geroost. Diegene waar dat niet geprikt is. Dus Yoshi, Toad, Mario of Luigi moet geroosterd worden. We laten even een fragmentje zien. Ik had het vorig jaar over de Roast of King Louis. Waardoor toen heel veel karakters moesten. Dus kijkers, we gaan weer een roast of puntje maken. Maar wie zal er dit keer geroosterd worden? Ik ben zo benieuwd naar wie er wordt geroosterd. Ik zou echt het apart vinden als dingen worden geroosterd. Mario, maar goed, we moeten het dan nog even afwachten. Vorig jaar hadden we 8 afleveringen van de Roast of King Louis gemaakt. Dat was een geweldig succes, waardoor een vervolg op een roast natuurlijk niet moet uitblijven. Wie zal er dit keer de lul zijn? Dat gaan we de volgende keer weer zien. Wie moet er dan geroosterd worden? Laat me in de reacties weten op wie jullie hopen dat er geroosterd moet worden. En dan zie je diegene. Die moet dan geroosterd worden. Dit is zo. Zo tering. Zo tering. Diegene waarin geprikt is, de volgende keer moet dus, is er eentje geroosterd. Ja. Dit was echt onvoorstelbaar. Ik hoop dat de Mario wordt die geroosterd gaat worden. Nog iets anders, even. Even nog voor het roosteren. Jullie weten natuurlijk dat als voetballers in de kou spelen, dat ze met handschoenen aandoen, omdat het dan koud is. Maar ik wil dat gewoon liever niet. Anders lijken ze veel op Zwarte Piet en dat vind ik dan niet zo leuk. Dus ik zou het me liever gewoon doen, gewoon met blote armen. Want dan vind ik het wel wat beter. Goed. Dat is hetgeen ook wat ik met jullie wilde vertellen. Nu gaan we natuurlijk weer kijken wie er van de 4 geroosterd moet worden. Iedere week moet er een knuffel worden geroosterd. Kijkers, laat hem in de reacties weten wie er van de 4 geroosterd moet worden. En wie er een betere kans maakt om geroosterd te worden. Ik hoop zo dat het Mario of Luigi wordt die geroosterd wordt. Kijkers, het is tijd om deze video af te sluiten. Wie moet er in zijn eentje worden geroosterd? Laat het me weten in de reacties. Wie maakt de beste kans om geroosterd te worden? Mario, Luigi, Baby Mario, Baby Luigi.